Het wordt tijd dat we op een andere manier gaan kijken naar de problematiek van ons milieu. Dit haalde minister Silvano Giannahin van Ruimtelijke Ordening en Milieu vandaag aan bij de lancering van het project Voorbereiding van een geïntegreerd afvalbeheer van Suriname. Het project heeft tot doel het ontwikkelen van een afvalbeheerplan op nationaal niveau en voor alle afvalstromen op basis van het 5-R-principe. Het 5-R-principe houdt in reuse, reduce, reuse, repurpose en recycle. Oftewel, weigeren, verminderen, opnieuw gebruiken, opnieuw bestemmen en anders gebruiken. Dit plan zal dienen als een routekaart voor de ontwikkeling van een effectief afvalbeheersysteem voor Suriname. Minister Giannahin zegt dat afvalverwerking een van de hoogste prioriteitsgebieden is van het ministerie. Het afvalprobleem wordt gevoed door de groeiende productie die maar geen einde kent. Het wordt gevoed door onvoldoende capaciteit en bewustwording. Het consumentengedrag dat steeds gekker wordt, dat steeds minder rekening houdt met afval dat niet afbreekbaar is. En wanneer we bijvoorbeeld naar ons land kijken, dan merk je dat de awareness vooral in Suriname bijzonder ontbreekt. We vragen ons nauwelijks af wanneer we een land hebben met bijkans een 500.000 mensen en 250.000 auto's, wat er gebeurt met die 4 banden die om de 5 jaar moeten worden verwisseld. Wat gebeurt ermee? Niemand vraagt zich dat af. Het wordt niet geëxporteerd. Het blijft ergens hier liggen en het valt ons niet op omdat we het uitgestrekte binnenland hebben. De bewindsman zegt dat een ieder moet bijdragen aan een goed afvalbeheer. Het zijn de minder daadkrachtigen in de gemeenschap die de klappen van het afvalprobleem het meest moeten opvangen. Omdat onze ophaaldienst slechts huisvuil ophaalt. Alle andere afval, als je onvoldoende geld hebt, wordt het niet opgehaald. En de sociaal zwakkeren, die hebben daar geen oplossing voor. Omdat vaak de dumpplaatsen, waarover ook nog iets gezegd kan worden, op een grote afstand liggen. Dus het afvalprobleem heeft niet alleen een milieueffect. Het heeft ook een sociaal-economisch effect. En we moeten daar goed aandacht aan gaan besteden, anders zal het beleid niet effectief zijn. De start van het project ging gepaard met een workshop welke gehouden werd in het Lalaroek-gebouw. Het project wordt uitgevoerd voor ILACO Suriname NV.